Amsterdam is een geweldige stad. Mooie buurten, veel te doen, geweldige voorzieningen. Dus heel veel mensen willen ook graag in de stad wonen. Maar vastgoedcowboys, pandjesprinsen, huisjesmelkers, die verhuren de boel tegen topprijzen om maximaal gebruik te kunnen maken van de schaarste aan woningen. En aan de andere kant doen beleggers ook nog eens een keer lekker mee door huizen op te kopen en die vervolgens tegen topprijzen te verhuren. En Amsterdam wordt daardoor alleen nog maar toegankelijk voor mensen met een dik gevulde portemonnee. Of voor goed verdienende internationale kenniswerkers, expats. Dat expats in de stad willen wonen is begrijpelijk. En dat is ze ook gegund. Maar op dit moment is de balans volledig verstoord. Tienduizenden Amsterdammers verlaten elk jaar de stad om buiten de stad betaalbare woning te vinden. Vele jongeren moeten tot ze wel 30 of meer dan 30 jaar oud zijn bij hun ouders blijven wonen. In veel te kleine huizen. En dat is een politiek van verdringing. Vastgoedgraaiers vullen gretig hun zakken, terwijl lokale huurders en ook expats met een minder dikke portemonnee worden uitgemolken. Waar Amsterdam bouwrecord na bouwrecord vestigt en inzet op betaalbaar wonen, geeft het kabinet juist ruim baan voor de vrije markt. Juist de vrije markt die de oorzaak is van de bizarre prijsstijgingen. Het is de hoogste tijd voor actie. Amsterdam is niet van het grote geld. Amsterdam is niet van een klein groepje vastgoedcowboys die hun zakken lopen te vullen. Amsterdam is van mensen. En daarom moeten wij volop inzetten op het bouwen van betaalbare woningen. Moeten huurprijzen worden gemaximeerd en moeten ook de beleggers van de markt worden geweerd. Zie jij ook je buurt snel veranderen? Kom jij ook niet in aanmerking voor een betaalbaar huis? Stuur ons je verhaal en like en deel dit filmpje.